Vrienden, medestanders, mensen met gezond verstand. Welkom in Antwerpen op de eerste nationale verkiezingsmeeting van lijst De Dekker. Dankzij ons wordt een perspectief geschapen om de stem van de meerderheid van de Vlamingen, de stem van het gezond verstand, in beleid om te zetten. Niet alleen taboes moeten doorbroken worden, wij moeten op zoek naar efficiënte oplossingen. Een vrije mening in een vrijheid van handelen zijn belangrijk. Ik ben bezorgd, onzeker over de toekomst van mijn generatie en de generaties van morgen. Beste militanten, u zult ongetwijfeld de vraag gesteld worden waarom men het risico zou nemen op een kleine, vooral nieuwe partij te starten. Het antwoord is klaar en duidelijk. Omdat gezond verstand de leidraad is van ons maatschappelijk manifest, omdat wij staan voor een eerlijke en rechtlijnige politiek, wij zijn het enige duidelijke alternatief vandaag in het politieke landschap. As it seems, she's irrelevant, or she's out. Wij zijn vrije denkers. Wij zijn mensen die een maatschappelijk doel voor ogen hebben en geloven dat we iets kunnen veranderen aan de toekomst van dit land. Door creativiteit te combineren met democratie. Er is duidelijk nood aan een nieuwe revolutie. We hebben lang genoeg ja geknikt. Het is hoog tijd dat dergelijke problemen zo snel mogelijk worden aangepakt en dit kan alleen door de lijst De Dekker. Een partij van de burger voor de burger. Leve de lijst De Dekker. Leve de partij van het gezond verstand. Met ons het gezond verstand aan de macht. Op 10 juni gaan wij naar een historische datum in het Belgisch politieke landschap. Wij halen de kiesdrempel. Wij vieren feest. En ik durf u klaar en duidelijk zeggen, Sergio komt op die dag terugzingen. Ik wens je ontzettend veel energie om de mensen te overtuigen en onze partij groot te maken. Ik dank u. Applaus! Mensen voor de Kamer en Senaat, denk ik, alstublieft!